In deze video ga ik meer vertellen hoe je geld kunt besparen, maar ook hoe je kunt sparen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de manieren die ik toepas op mijn eigen leven, kijk dan vooral verder. Ik heb een lijstje gemaakt met dingen die ik af kan gaan. Dus laten we maar beginnen met dingen die ik doe om geld te sparen. Als allereerst vind ik het heel erg fijn om overzicht te hebben en inzicht te krijgen van mijn inkomsten en uitgaven. Zo weet ik ook hoeveel geld ik uiteindelijk kan spenderen. Dan vind ik het ook fijn om met mezelf af te spreken hoeveel geld ik per maand mag uitgeven aan bepaalde categorieën. Dus denk aan eten en drinken buiten de deur, kleding, interieur, andere leuke dingen. En ga zo maar verder. Dit kan je op maandelijkse basis doen, maar ook op wekelijkse basis. De tijd gaat heel erg snel en geld gaat ook heel erg snel uit de portemonnee. Dus als je bijvoorbeeld met jezelf afspreekt dat je per maand, ik zeg maar wat, 100 euro aan kleding mag uitgeven, maar 10 euro per week aan eten buiten de deur of koffietjes to go. Ja, je kan eigenlijk alle kanten opgaan hiermee, maar met jezelf budgetten afspreken is heel erg fijn, want dan heb je een houvast. Dan kom je ook niet vol verrassingen te staan dat je opeens eind van de maand denkt van, oh, ik heb eigenlijk wel heel veel geld uitgegeven aan kleding bijvoorbeeld. En als je een richtlijn voor jezelf hebt, dan is de kans groter dat je daar ook aan gaat houden. Zet voor jezelf één of meerdere spaardoelen. Bedenk wat voor bedrag je bij elkaar wilt sparen. Stel je wilt voor een vakantie sparen of voor een bepaald product. Dan weet je welk bedrag je daarvoor nodig hebt. En voor wanneer. Als je gewoon lekker random gaat bedenken van, hey, ik wil 1000 euro bij elkaar sparen, maar je zet niet een einddatum, dan is er een kans dat je er ook niet voor gaat en dat je het vergeet en dat je je spaardoel verwaarloost. Dus het is heel erg handig en verstandig om een tijd daaraan te verbinden en hoeveel je per maand apart kunt leggen. Dus stel, ja, je wilt 1000 euro sparen en je wilt het binnen 6 maanden bij elkaar hebben. Hoeveel moet je dan per maand apart zetten? En ik weet dat je bij sommige banken ook binnen je bankrekening ook een spaardoel kan vaststellen. Als je dat kan, doe dat vooral, want dat motiveert je ook om sneller aan dat bedrag te komen. Een manier wat voor mij echt werkt is de 50-30-20 regel. Ik pas dit nu al best wel voor lange tijd toe. Je kan dit ook met andere percentages doen, maar ik vind deze verhouding best wel prima. 50% van mijn inkomen gaat uit naar mijn vaste lasten. 30% van mijn inkomen gaan naar dingen die ik graag wil, leuke dingen. Dus zeg maar, dat is het bedrag wat ik aan mezelf kan budgetteren. En 20% van mijn inkomen gaat naar mijn spaarrekening. Zo heb ik het allemaal netjes onderverdeeld en weet ik zeker dat ik ook niet tekort kom. En ik kan heel goed begrijpen dat er misschien andere percentages beter voor jou werken. Maar wat ik wel echt aanraad is om een standaard bedrag of een standaard percentage over te maken naar je spaarrekening. Want dan weet je zeker dat je iets spaart. Ik maak zelf niet heel veel gebruik van cash, maar mocht dat bij jou wel het geval zijn, dan is dit misschien een handige manier om uit te voeren. Stel je geeft 9 euro uit en je betaalt met een briefje van 10. Doe de 1 euro wisselgeld die je dan weer ontvangt in een spaarpot of leg het apart. Op deze manier spaar je eigenlijk onbewust en kan je aan het eind van de maand of eind van het jaar al je spaargeld bij elkaar optellen. En dat kan je dan weer gebruiken voor iets leuks. En mocht je nooit cash gebruiken, dan kan je bijvoorbeeld de volgende manier toepassen. Wanneer je iets betaalt met je betaalrekening, kan je je aankoopbedrag naar boven afronden. Dus stel, je koopt iets van 9 euro, maak er dan 10 euro van voor jezelf en maak die 1 euro over naar je spaarrekening. Of maak een aparte rekening aan waar je dit geld naar kunt overmaken. Volgens mij zijn er ook apps die dit automatisch voor je doen. Ik maak er zelf geen gebruik van. Maar mocht je daar wel toevallig gebruik van maken en meer over weten, laat dan vooral even een reactie achter met meer uitleg en hoe jij dat ervaart. Maar dit is ook een fijne manier van sparen. Dan gaan we over naar de dingen die ik doe om geld te besparen. En ik moet zeggen dat ik heel erg selectief ben geworden in waar mijn geld naartoe gaat. Ik
heb eigenlijk niet meer zoveel impuls aankopen dan voorheen. Voorheen was ik zo makkelijk met geld uit te geven. Het lag er ook wel aan om wat voor aankoop het ging. Ging het bijvoorbeeld om iets van een paar euro, ja, dan ben ik de moeilijkste niet. Dan geef ik mijn geld wel makkelijk uit. Maar als het wel om tientallen euro's gaat of honderden euro's gaat, dan ben ik wel een persoon die er goed over nadenkt. Dus wees selectief waar je geld aan uitgeeft. Denk bij jezelf na of je het echt nodig hebt, of je het gaat gebruiken, of je er überhaupt budget voor hebt. Misschien heb je het niet van tevoren gebudgeteerd in je maandelijkse overzicht. Misschien ook weer wel. En ja, wees gewoon niet al te impulsief. Want dan is de kans groter dat je er misschien spijt van krijgt. Dan heb ik een misschien vanzelfsprekende vraag. Namelijk, waar kan je op besparen? Want welke soorten uitgaven heb je en wat kan je eventueel laten vallen? Denk bijvoorbeeld aan een streamingdienst die je nooit gebruikt. Of een abonnement waarvan je eigenlijk vergeten bent dat je daarvoor betaalt. Zoals een sportschoolabonnement of zo. Stel je hebt iets waar je nooit gebruik van maakt, meld je af. Anders is het alleen maar zonde dat je daarvoor betaalt. En wat ik altijd doe, bijvoorbeeld met een streamingdienst, als ik er op dit moment geen gebruik van maak, dan meld ik me af. En als ik in de toekomst denk van, hey, ik mis het toch wel, dan meld ik me opnieuw aan. Zo makkelijk is het. Dan iets wat ik op dit moment heel vaak toepas. Namelijk cost per wear, cost per use. Hoe je het wil benoemen. Dus wat je hiermee doet, je pakt het aankoopbedrag. Dus stel, je wilt een kledingstuk kopen van 40 euro, ga je het dan ook bijvoorbeeld 40 keer gebruiken? Want als je het 40 keer gebruikt, dan is je kost per wear maar 1 euro. En dan, dat is eigenlijk niks. Dit is een soort van girl math. Niet helemaal, maar dit is wel een manier om bewust te zijn van je aankoop. Of je het daadwerkelijk nodig hebt, of je het daadwerkelijk gaat gebruiken. Want stel je koopt iets van 1000 euro. En je gaat het maar één keer gebruiken. Ja, dat is zonde. Want dan heeft het je 1000 euro gekost voor die ene keer. En sommige mensen vinden dat helemaal prima. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat je dat gewoon zonde van je geld vindt. Want stel, ik koop een nieuwe laptop of ik koop een nieuwe camera of een nieuwe telefoon. Ja, dat is best wel prijzig. Maar dat gebruik ik heel vaak. En dan is het de investering voor jezelf, maar ook gewoon voor het product, en meer dan waard. Bij mij is het wel vaker voorgekomen dat ik iets koop, een goedkoop alternatief, waarvan ik achteraf dacht van, ja, waarom heb ik dit nou gekocht? Dat is alleen maar zonde, want nu moet ik nog een keer iets kopen of een soortgelijk product. Dan heb ik twee keer eigenlijk mijn geld uitgegeven aan bijna hetzelfde. En dat vind ik alleen maar zonde. Dus ik zeg ook wel eens, goedkoop is duurkoop. Dus koop direct het product dat je daadwerkelijk wil. En kies niet voor een goedkoper alternatief. Tenzij de alternatieve variant een betere optie is. Maar als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een koffiemachine wilt kopen. En je kiest voor een goedkope variant. En die gaat best wel snel stuk. Of hij is niet naar wens. Ja, dat is alleen maar zonde. Want uiteindelijk koop je misschien toch wel je eerste keuze. Je dure optie. En dan heb je eigenlijk twee keer, niet per se twee keer zoveel geld uitgegeven, maar dan heb je misschien wel een keertje een onnodige uitgave gedaan. En dat is alleen maar zonde, want dan had je dat geld net zo goed voor iets anders kunnen gebruiken. Iets wat voor mij ook echt helpt en wat ik sinds kort ook toepas, is namelijk het maken van een wishlist. Dat deed ik voorheen ook wel, maar dit was meer een wishlist van dingen die ik gewoon ooit in het leven wilde hebben of een keertje een cadeau wilde vragen. Maar deze wishlist is meer voor mezelf om er zeker van te zijn of ik een aankoop daadwerkelijk wil doen. Dus ik maak gewoon een lijstje in mijn telefoon met het product, eventueel het linkje naar het product, de prijs ervan. En dan denk ik er eventjes over na. Soms is het een dag, soms gaan er wel meerdere dagen overheen, soms denk ik er wel weken over na. Maanden. En soms heb ik ook al dingen in mijn wishlist staan waarvan ik uiteindelijk vergeet dat ik het wilde hebben. Dit is heel erg goed om toe te passen wanneer je heel erg impulsief kan zijn. Ja, dan ben je gewoon wat bewuster van je aankopen. En wat ik ook heel erg fijn vind om te gebruiken en helemaal om geld te besparen, is
om te profiteren van kortingen en acties. Dit is ook een beetje gepaard met mijn wishlist. Want stel, ik heb iets in mijn wishlist staan dat ik heel graag wil. Alleen ik weet dat er bijvoorbeeld een korting gaat komen in de loop van de maand. Dan kan ik de aankoop doen wanneer er een actie is. Zo kan ik gewoon van de kortingen profiteren. Waar je hiermee wel een klein beetje moet oppassen, is dat je je niet moet laten verleiden door kortingen en acties. Want tegenwoordig word je doodgegooid met allemaal sales. En vroeger was ik ook enorm gevoelig voor de uitverkoop. Want ik shopte bijna alles in de uitverkoop puur omdat het goedkoper was. En niet per se omdat ik het wilde. Maar sinds dat ik zelf in de marketing werk, weet ik donders goed wat er allemaal gebeurt. Dus ik ben daar minder gevoelig van geworden. Maar ik ga er nu gewoon slimmer mee om. Ik profiteer van de kortingen. Ik zelf deel ook regelmatig kortingscodes op mijn Instagram bijvoorbeeld. Ik wil niet mensen laten verleiden, maar ja, wanneer ik zelf een kortingscode deel, is het meer van een heads up. Hey, wilde je dit al toevallig? Dan heb ik nu een code, hè? Weet je, je kan lekker geld besparen. Dat scheelt ook wel weer in je uitgaves. Dit was dan de video. Dit zijn mijn manieren die ik op dit moment gebruik om geld te sparen en geld te besparen. En er zullen vast wel nog andere manieren zijn, maar dit is wat voor mij op dit moment helpt en werkt. Mocht je zelf een spaar- of bespaartip hebben, laat het vooral hieronder in de reacties achter. En dan wil ik je nu bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!